Ja, dat maakt het ook wel een stuk moeilijker. En, kijk, het is ook enorme twijfel geweest om tot deze beslissing te komen. Ja, Sean Kamphuis, ik had gehoopt dat we elkaar een paar weken later zouden spreken dan dat we nu hebben. We hebben een paar weken achter de rug. Maar ik begreep dat we elkaar vandaag spreken vanwege het feit dat jij en Jordi bekendmaken dat jullie stoppen bij DVS. Ja, dat klopt. Dus we hadden ook liever gehad dat dat een aantal weken later was gekomen dat we elkaar weer zouden spreken. Maar inderdaad is het zo dat we hebben besloten om te stoppen. En wel onafhankelijk van elkaar. Dus het is niet een gezamenlijk besluit. Het kwam aan het rollen dat, dat Jordi een hele mooie kans kreeg om ergens anders aan het werk te gaan. Ja, in betaald voetbal, dat kunnen we wel zeggen. En, Ja, dus waar dat is, dat laat ik liever aan hem over om dat duidelijk te maken. Bij mij is het toen in mijn hoofd gaan spoken. Hoe gaan we dit naar volgend jaar toe aanpakken? Ja. Want kijk, met Jordi heb ik echt fantastisch samengewerkt. En ik denk dat we echt een eenheid zijn. Heel veel vertrouwen in elkaar hebben. Op allerlei gebieden elkaar heel goed aanvullen. En dus dat zag ik meteen wel als een enorme aderlating. Ja. Het was bekend natuurlijk dat Jordi ambitie had. Maar nog steeds was het... Was het een verrassing, als ik het zo begrijp uit jouw woorden? Ja, kijk, we zitten aan het einde van het seizoen en alle clubs zijn over het algemeen bezet. Ja. Dus het vooruitzicht was natuurlijk dat we vol bak voor het nieuwe seizoen zouden gaan. Ja, maar dan wel samen. Dat was in ieder geval hoe jij het voor je hebt gezien. Precies, ja, zeker. En ik kreeg die mededeling dat dat er niet in zat. En dan gaat er van alles door je hoofd spoken, wat ik net al zeg. En een stukje onzekerheid van oké, hoe gaan we dat invullen. Ben ik ook niet echt uitgekomen dat ik denk van met die of die kunnen we dat heel goed doen. Die ook daadwerkelijk ook beschikbaar was. En daarnaast zit ik met mijn werksituatie. Ik heb een nieuwe rol op mijn werk. Dat is ook onzekerheid van hoe die rol er exact uit gaat zien en wat voor impact dat gaat hebben. Ja. En alles bij elkaar de beslissing gemaakt om hier te stoppen. Ja, ik denk namens heel veel DVS'ers dat heel jammer is. Omdat we natuurlijk een fantastische periode samen meegemaakt hebben eigenlijk na de winterstop. Ja, absoluut. Kijk, daarom doet het ook wel pijn. Ja. Want we werden enorm gewaardeerd. Dat voelden we van alle kanten, vanuit supporters, vanuit publiek, vanuit bestuur, vanuit businessclub. Ja, iedereen, de groep zelf, de staf. Dus iedereen was weer enthousiast over DVS en waren weer blij om hier te komen. Ja. Dus dat is hartstikke mooi dat we dat met z'n allen zo weer op de rit hebben gekregen en dat de mensen dat gewaardeerd hebben. Ja, dat maakt het ook wel een stuk moeilijker. En het is ook enorme twijfel geweest om tot deze beslissing te komen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Mooi aantal punten gehaald in de laatste fase. En dan hoor je stiekem mensen al wel van, nou, als we dat nou eens doortrekken in het nieuwe seizoen. Ja, dat loopt even anders, helaas. Hoe gaat zo'n proces dan? Is dat dan een aantal weken dat het al aan je hoofd zit? Of is het pas heel recent? Kan je daar wat over vertellen? Dat is wel al een aantal weken. Ik wist van de belangstelling bij Jordi. En dan begint het al door je hoofd te spoken. En dan ga je allerlei dingen op een rij zetten. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, dan is het bij mij ook wel heel vaak heen en weer gegaan van oké, ik ga wel door of ik ga niet door. Ja. En dat heeft zich wel een paar weken zo afgespeeld. Ja. Nou, de keuze is uiteindelijk gemaakt. Jullie stoppen ermee. Ik denk dat we met z'n allen terugkijken op een mooie periode. En of jij moet nog dingen willen zeggen, maar ik zou je in ieder geval willen bedanken namens de volgers van DVS. We hebben mooie gesprekken gehad en mooie wedstrijden gezien. En we hopen dat we daar ook in het nieuwe seizoen van kunnen gaan genieten. Maar dan helaas zonder Sean en Jordi. Ja, kijk, ik wil uiteraard alle mensen die het vertrouwen in ons hebben gehad zeker bedanken. En alle steun en alle waardering die we hebben gekregen.
Ja, dat heeft ons in die periode ook heel goed gedaan. Kijk, we zaten natuurlijk in een moeilijke fase. En dat heeft ons ook echt enorm geholpen om tot een goed einde te brengen. Ja. Dus bedankt allen daarvoor. Ja, Jordi, net gesproken met Sean Kamphuis. En die had hele mooie woorden over jou en ook over jullie samenwerking. Maar allereerst gefeliciteerd met jouw persoonlijke stap in jouw toekomst als voetbaltrainer. Kan je daar wat over vertellen? Wat ga je doen? Ik ga volgend jaar als hoofdtrainer aan de slag bij Cambuur onder 21. Dat is een fulltime job. Daarmee kan ik mijn werkzaamheden volledig in het voetballen gaan doen. Kijk. Dat is toch wel een volgende stap die ik graag wil maken. Ja, mensen kennen jou als echt een voetbaldier. Hè? Iemand die dag en nacht bezig is met voetbal. Dan moet dat wel een hele mooie kans zijn, denk ik. Ja, dit is een hele grote kans. En dicht bij het vuur, dicht bij het eerste elftal. Veel met voetballen bezig, met jonge ambitieuze mensen in de organisatie. Mooi nieuw stadion. Mooi nieuw stadion, ja. Wat ik zeg, veel jonge ambitieuze mensen in de organisatie. Dus hopelijk ook weer een mooie lerende omgeving voor mij. Ja. Waarin ik weer mezelf verder kan ontwikkelen. En, leuk. Ook voor 2 jaar daar naartoe. Super. Dus, en wanneer gaat dat beginnen? 28 juni staat de eerste activiteit op het programma. Kijk, dat is een goede 2 weken. Ja. Met even de auto. Kort op vakantie. Ja. En dan op naar Leeuwarden. Ja, met de auto naar het noorden. Yes. Nou, maar goed, dat heeft impact ook hier voor DVS. John zei het net al, jullie hebben heel intensief samengewerkt in de afgelopen periode, afgelopen maanden. Ja. Maar ook voor jou betekent dat helaas vertrek in Ermelo. Hoe voelt dat? Ja, toch wel raar. Vanuitgaande dat we eigenlijk nog een jaar door zouden gaan met elkaar en met de spelers natuurlijk. Kwam dit ineens tussendoor. Hier heel prettig gewerkt, eigenlijk 3 jaar lang in de jeugd, maar ook afgelopen jaren bij het eerste elftal. Wisselende resultaten natuurlijk, maar eigenlijk wel altijd met veel plezier hier naartoe gegaan. Goede connectie met spelers, goede connectie met de staf. De laatste weken echt waanzinnig mooi voetbal gespeeld. Dus ik had eigenlijk heel veel zin om weer aan de slag te gaan. Ja. Maar dit is een waanzinnig mooie kans voor mij als trainer, ja. Die ik graag wil maken om mijn carrière te vervolgen. Ja, nou dat zullen weinig mensen je niet gunnen, denk ik. Ik hoop het. Als voetbalsupporter wellicht kijkende. Wat ik net zei, jullie hebben op een hele fijne manier samengewerkt in de afgelopen weken. De laatste periode van het seizoen en misschien daarvoor ook wel. Kan je daar nog wat over vertellen? Hoe is dat? Waarom liep dat zo goed tussen jullie? Ten eerste denken we al heel veel hetzelfde over voetballen. Dus daar hadden we heel weinig gesprekken voor nodig om op dezelfde lijn te komen. Daarnaast kwamen we als persoonlijkheden ook gewoon dicht bij elkaar. Kreeg ik heel veel vertrouwen van John. Dat heb ik heel veel mogen doen, heel veel werk mogen insteken. En we hebben samen gewoon knijterhard gewerkt om het voetbal terug te brengen naar het niveau wat hier een aantal jaren geleden ook altijd gespeeld is. Ja. En, ik wil niet zeggen dat dat altijd lukte, want we hebben ook echt mindere wedstrijden gespeeld. Maar bij Vlaag hebben we echt mooi voetbal gespeeld. Ja. En dan krijg je ook mooi eer voor je werk. Ja. Nou, wij hopen dat, of we gunnen je in ieder geval heel veel succes in jouw carrière in Leeuwarden. En we hopen dat we het plezier wat jullie gebracht hebben hier verder door kunnen voeren met dan een nieuwe trainer. Dat zal vast over een poosje bekend worden. Heb jij ook nog dingen waarvan je zegt, dat wil ik ook nog even kwijt? Nee, ik wil jullie ook bedanken en... ik wens jullie veel plezier en ik hoop dat het sprankelend voetbal wordt gespeeld volgend jaar. Nou, daar gaan we voor. Dankjewel en fijne vakantie en heel veel succes in Leeuwarden. Dankjewel.